Ik ben hier aan de Vliestroom op Urk. En ik ga op bezoek bij Klaas van den Berg. Hij werkt hier achter, maar in zijn dagelijks leven, in zijn vrije tijd, is hij actief bij de vrijwillige brandweer. En dat doet hij nu al 25 jaar. En het wordt tijd dat hij eindelijk eens een keer de 10 van Flevoland krijgt. Als het goed is, is hij hier, Klaas van den Berg. Hallo, we zijn op zoek naar Klaas van den Berg. Daar is Klaas van den Berg. Hij zit lekker een krantje te lezen, sigaretje in de hand, kopje koffie. Klaas, gefeliciteerd, je hebt vandaag de 10 van Flevoland. Nou, dat is super. Dank je wel. En waar heb ik er aan te danken? Heb je nou echt geen idee waarom we hier zijn? Nou, ik heb wel een donkerbruin vermoeden. Ik denk dat het met brand te maken heeft. Inderdaad, want je zit al heel lang bij de vrijwillige brandweer. Dat klopt, 25 jaar afgelopen maand. Hoeveel heb je er al geblust? Dat weet ik niet, maar genoeg. En je bent in het zonnetje gezet ook, hè? Dat blijkt wel, ja. Letterlijk en figuurlijk, de zon schijnt vandaag. Wat is er allemaal gebeurd? Ik weet niet wat u bedoelt. Bent u al gehuldigd? Afgelopen dinsdag, ja. Dat klopt. Maar dat waren nog 4 anderen bij. Dus ik weet niet of die ook in zonnetje gezet worden. Jij bent het alleen vandaag. Nou, dan heb ik een uitzonderingspositie. Gefeliciteerd. Je hebt vandaag de 10 van Flevoland. Je gaat lekker een hapje eten. Nou, erg leuk. Dank je wel. Weet u iemand die de 10 van Flevoland verdient? Schrijf dan naar TV Flevoland, postbus 567, 8200 AN, Lelystad. Bellen kan ook. 0320 28 50 50.